Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe zwangerschapsupdate. Ik ben nu 22 weken zwanger. En zoals jullie misschien hebben gezien, was er geen 18 weken zwanger filmpje. Ik weet niet waarom. Ik heb hem opgenomen, maar hij is verdwenen. En ik ben er altijd heel zorgvuldig mee. Maar ja, zoals wel meer dingen tijdens de zwangerschap, gaat er wel eens wat mis. 22 weken alweer, dat betekent dat de baby 28,5 centimeter is, zag ik staan op de app. Dat is echt wel enorm. Maar 4, wat stond er nou? 400 gram? 440 gram, zoiets. Dus wel lang, maar nog niet heel zwaar. En ik voel me eigenlijk niet heel anders dan de afgelopen tijd. Er zijn wel een aantal dingen die ik nu merk. Ik merk bijvoorbeeld heel erg dat ik een beetje in mijn kokonnetje begin te raken. Daar had ik het vandaag met een vriendinnetje over. Dat je, zeg maar, je bent wel bij gesprekken en je vindt het toch super leuk om mensen te zien. Maar een of andere reden zit er een soort waas, een soort filter of zo overheen. Dus je vindt het gewoon heel fijn om ergens te zijn. Maar om nou te zeggen dat je echt een bijdrage nog levert. En ik zei ook al tegen haar, als je zeg maar 4 weken hebt gewerkt en of 4 dagen hebt gewerkt, is daarna ook de scherpte bij echt volledig weg. Dan is het gewoon op. Dan. Ja, dus ik bestel bijvoorbeeld altijd de boodschappen, maar tegenwoordig zit er vaker, ontbreekt er iets dan niet, zeg maar. Dat zijn, gewoon van die dingen, dat ik, of dat sta iets te doen, denk ik, wat was ik nou aan het doen? Of, nou, weet je, dus de vergeetachtigheid en de rare kronkels. Nou, ik heb nog niet echt de afstandsbediening in de koelkast of zo gevonden, maar nou, het zou me niet verbazen als dat een keer zou gebeuren. Dus dat merk ik wel heel erg. Dat het vooral zeg maar in mijn hoofd. Ik merk ook dat ik nu, zeg maar sinds die 20 weken echo, dat ik steeds meer denk van, oh ja, nesteldrang. Ik wil het nu gewoon geregeld hebben. Ik wil dat die kamer verbouwd wordt. Ik wil dat ik Niels' kamer, zeg maar de peuterkamer, kan maken. Ik wil haar kamertje maken. En, nou, dus ik merk dat ik daar heel erg mee bezig ben. Dat ik ook zoiets heb van, hè, nu moeten dingen geregeld worden. Wiegjes, dat soort dingen. Kan ik gelukkig lenen van onze buren. Super lief. Zijn we echt heel blij mee. Die hebben een hele mooie co-sleeper. En we wilden heel graag een co-sleeper. Omdat we hadden vorige keer een wiegje. En dat hadden we toevallig ook geleend. Dat was puur toeval. We waren van plan eentje zelf te kopen. Maar ik ben heel blij dat we dat niet gedaan hebben. Want nu bij een tweede merk ik dat ik gewoon heel graag een co-sleeper wil. En nou, de meningen zijn heel erg gewoon verdeeld of het veilig is of niet. Maar ze zeggen dan van, nou, als je het doet, dan zijn er een aantal, nou ja, je moet er maar eens op googlen, maar er zijn gewoon een aantal tips die ze je dan meegeven. Maar als je het al doet, het is nog altijd veiliger dan je baby in jouw bed leggen, zeg maar. Nou, dat waren we sowieso niet van plan, maar we hadden met dat wiegje, Niels had natuurlijk heel veel krampjes, waardoor we dus nachtenlang met ons pink in zijn mond over dat wiegje heen, een soort van half laag te slapen. Dat was gewoon echt killing. Dus ja, we willen nu toch gewoon graag een co-sleeper doen. En dat is super lief dat we die kunnen lenen. Dus dat is geregeld. Wat ik ook heb is nu, en daar heeft de baby nog niet zoveel aan, maar ik wel, is voor Niels een achteropzitje. De Jeb Maxi, we hebben de Jeb Mini. Maar ja, Niels is natuurlijk al best wel lang, dus ik zie eigenlijk niet zo goed meer, zeg maar, vlak voor me. Dus ik was laatst al bij de mist ingegaan met een stoepje opgeheiden. Want ik zag het stoepje niet. Dus we gingen al bijna onderuit. Gelukkig fietste ik niet hard. Het is best wel een getil voor mij om daarin te krijgen. Nou, tillen is sowieso nu niet echt het allerbeste voor me. Dus ik had zoiets. Het moment is daar om gewoon een nieuw zitje aan te schaffen. En dat kan prima. Ik bedoel, dat had al heel lang gekund. Maar ik vind het zo gezellig voorop. Lekker. Ik hem af en toe een kus kan geven in zijn haren. En, nou, goed. Maar goed, we gaan nu naar achterop. En dat is ook prima. Dan heb ik ook meer ruimte voor de buik. Makkelijker opstappen. Dus dat gaan we van het weekend nog opzetten. Ik denk dat we Niels van het weekend ook in zijn peuterbedje gaan leggen. Onder het dekbed slapen gaat super goed. Dus we denken nu eigenlijk gewoon aan om lekker zijn peuterbedje te doen. Zodat hij daar ook gewoon aan kan wennen. En dan is het gewoon een beetje stapsgewijs. Dat lijkt me beter. Heeft Sven voor de eerste baby gevoeld. Ik moest even nadenken. Dat was heel leuk, want ja, ik bedoel, ik voel haar natuurlijk. En ook niet, ik bedoel, de placenta zit ervoor, dus het is niet
Dat ik de hele tijd denk, hoe kort in elkaar geschopt. Helemaal niet, maar ik voelde wel gewoon gezellig ronddabberen in mijn buik. En nou ja, omdat de placenta dus aan de voorkant ligt, ja, voelt de partner het ook minder snel. Want er zit natuurlijk gewoon een extra laag voor. En we lagen van de week in bed en dat was heel actief. En toen zei ik, volgens mij moet je het nu wel kunnen voelen. Want ja, kijk, als je jezelf je hand op je buik legt, dan... Ik voel het, maar dat is ook omdat ik het aan de binnenkant voel. Dus dan is het lastig van, zou iemand het ook echt aan de buitenkant voelen? Maar hij legt zijn hand op en inderdaad, hij voelde het. Dus dat vond ik echt heel leuk. Want dat is, ja, dat is ook een beetje het moment dat het voor de man wat meer gaat leven. Want het blijft een beetje een abstract concept sowieso voor mannen. Maar ja, zeker als je nog niet kan voelen en alleen maar gewoon een hele grote buik ziet. Dan ja, nee, dus ik vond het heel leuk dat hij dat kon voelen. En dat betekent dat... Nou, binnenkort Niels er ook zou kunnen gaan voelen. Dat vind ik ook wel heel leuk. Ik merk wel dat de behandelingen voor mijn bil werken. Dat wil niet zeggen dat ik pijnvrij ben. Dat zeker niet. Maar ik merk dat hij wat minder snel in de kramp schiet. Dus dat ik wat langer pijnvrij ben. Maar bijvoorbeeld op de vrijdagen en bij mannendag, dat is eigenlijk gewoon te veel. Nou probeer ik echt heel erg om niet te tillen, niet te bukken. Maar het is gewoon niet te doen. En je wil ook, ik wil ook dat het niet een zwijnenstal is. En, nou, dus wat we nu hebben gedaan is, we hebben een lijstje gemaakt met eigenlijk zeg maar alle huishoudelijke dingen die ik doe. En dan heb ik zeg maar geel gemarkeerd wat ik eigenlijk niet meer kan of niet meer zou moeten doen. Laten we het zo zeggen, want alles kan en dan heb ik gewoon heel veel pijn. Dus Sven heeft beloofd die van mij over te nemen, dus dat is heel fijn. Bijvoorbeeld de vaatwasser, dat deed hij al, maar dat deed ik, maar vrijdag deed ik dat natuurlijk gewoon. Maar ja, dat is gewoon zoveel bukken, dat is dramatisch. Maar ja, gewoon allemaal van die klusjes dat je na het eten zijn stoel en de grond schoonmaken, normaal geen probleem. Nu moet ik dat gewoon niet willen en dat vind ik heel lastig. Nu komt mama ook vaak op vrijdag eventjes langs om een beetje bij te springen en dat is super fijn. En die zegt dan ook, ga jij nou maar zitten, maar ik kan dat zo slecht. En ik heb nu ook, weet je, ik wil die kamer opruimen. En ik wil, ik wil het. Ik ben niet zo goed in stilzitten. Maar goed, ik heb wel het gevoel dat die behandeling in ieder geval werkt. Ze hebben nu ook wat sportdingen meegegeven. Zeg maar dingen die ik kan doen. Want ik wist ook niet zo goed, ja, wat mag nou wel niet met sporten. Want ja, moet onder begeleiding mocht ik dan het gaan proberen. Dus ik ben naar een sportles geweest. Ja. Dit is ook zo staat. Ik ben ook zo staat. Dus ik denk, wat ziet eruit? Ja, als ik mijn haar aanraak, gaat het maar zo staan. Dus dan hou ik het maar zo. Naar een sportles geweest. En dat was op zich prima. Maar ik had niet het gevoel dat ze daar echt... het was natuurlijk gewoon aangepast op zwangeren. Maar het was niet van, oh jij hebt die kwaal. Dan kan je beter dit of dat doen. Dus, en dat vond ik wel lastig. Want dan merk je dat ik toch... snel mega in, zeg maar, de oefeningen die iedereen doet. Ja. De oefeningen die iedereen doet. En dat maakt dat je dan eigenlijk toch te ver gaat. Dus ik twijfel nog of ik dat ga blijven doen. En dan, nou ja, gewoon toch wat strenger voor mezelf ga zijn. Maar nu heb ik in ieder geval ook oefeningen van de fysio. Dus dan weet ik ook gewoon, dit mag wel, dit mag niet. Maar ik vond het wel heel leuk om gewoon weer in een groepje te sporten. Het zwangere, wat ook wel weer heel bizar is. Want veel waren voor de eerste keer zwanger. En die waren dan bijvoorbeeld 30 weken. En dan was hun buik gewoon een stuk kleiner dan mijn humongous buik. Maar goed, dat is dan maar zo. Maar ik vond het wel heel leuk om gewoon weer even in een groepje te sporten. En het is toch anders als je echt even eruit gaat en gaat sporten dan dat je thuis sport. Dus ik ben nog een beetje in dubio. Maar in ieder geval ga ik nu sowieso dat thuissporten ook doen. En dat wil ik denk ik wel gewoon iets van 3 keer per week gaan doen. En dat is, nou, zeg 20 minuten of zo. En dan misschien af en toe combineren met zo'n prenatal workout van Fitsuber. Die vind ik altijd wel heel fijn. En dan een beetje natuurlijk aangepaste oefeningen. Ja, het voelt wel goed om weer iets te doen. Want ja, ik dacht ook, ik kan niet nog 20 weken op mijn kont gaan zitten. Dat is ook niet. Dat is het ook niet. Verder heb ik natuurlijk die neuspray nu inmiddels een week of 2,5 zoiets. En ik merk zo'n groot verschil. Het is zo fijn. Ik ben echt
ik slaap weer goed. Ja, het helpt mij enorm. Ik ben er echt heel blij mee. Hier, zoals je hoort, ik ben nog steeds wel verkouden. Tenminste, ik klink nog steeds vrij nasaal. Maar het helpt echt al intens goed. Ik word er echt heel erg blij van. Ik voel me echt weer als herboren. Omdat ik gewoon kan ademen. Ik heb het gevoel dat ik iets vergeet, maar ik kom er niet op. Dus ik denk dat dit het alweer was. Ik ga natuurlijk even mijn buik laten zien. Ik heb zowaar ook een broek aan. Dit is mijn buik nu. Een leuk, gezellig bolletje. En ja, zo ziet hij er ook een beetje gek hier. Ik heb nog geen streep, zoals je ziet. Maar ja, staat er lekker bij. En dat was het dus weer voor deze week. Ik ben heel benieuwd hoe jij je voelt als je nu 2 weken bent. Of hoe ver je dan ook bent. Daar ben ik ook sowieso benieuwd naar. En ja, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Het was niet een hele spectaculaire update. Maar het was wel weer een update. En ik ga je natuurlijk ook meenemen het hele kamerproces van Niels en van de kleine die op komst is. Dus hou mijn kanaal vooral in de gaten. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan vooral even door hieronder op de abonneerknop te drukken. En als je het belletje aanzet, dan word je op de hoogte gehouden van nieuwe video's. Sowieso is er elke zondag een vlog en regelmatig op woensdag dus een extra video, meestal over de zwangerschap. Dus ja, ik zie jullie heel graag volgende week weer, of komende zondag bij een vlog. En ik weet niet of de volgende week een update komt of de week erop, maar dat zien jullie vanzelf. Doeg!